que se me va a ocurrir. Muy, muy. Muy posición que se te ha analizado. Hey, good to see you. You tried for a long time to come here. Yeah, very good. You made it? Yeah, good. How's your Dutch? Okay. If it's yours, I should be able to come up. Really? Yeah. Yeah, that's true. Yeah, because I'm going to explain some things that we're going to practice. So I'll try in Dutch, but just ask me if you have some questions. Maybe I'm mixing some English. Okay, so sit with any arm and mat on them and slide your over. Each meet some sheep go rock sheets touch meet meet some sheep go rock sheets touch each meet some sheep go rock sheets touch meet meet some sheep go rock sheets touch each meet some sheep go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, meet, meet, some, sheep, go, rock, sheesh, hatch, each, meet, some, sheep, go, rock, sheesh.
Ro, ro, shich, nach, ni, ni, sam, shik, ro, ro, shich, nach. Each, me, some, she, go. 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 Each, me, each, me, each, me, some, she, each, me, each, me, each, me, some, she.
Each. Me. Each. Me. Each. Me. Some. She. Each. Me. Each. Me. Each. Me. She. Each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, sit, hatch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, sit, hatch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, sit, hatch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, sit, hatch. Okay. So, gisteren was ik in Castricum, was leuk hè? Ja, dankjewel. Examens afgenomen bij kinderen en toen met een vorst naar getraind. Een hele grote groep. Tino, Francis en Louis. Waar die iets aan het doen, vooral het werken met Aiki. Dus het eenwording van Injo, van twee tegenovergestelde. Daar wil ik vandaag ook mee doorgaan. De laatste lessen doen we dat hier ook. Ik wil het eventjes rustig opbouwen, zodat iedereen dat goed snapt. En dan uiteindelijk naar dat we daarmee gaan bewegen. En aan het eind is we dan de demonstratie gaan doen. We wil eigenlijk kijken of we dat element kunnen laten zien in onze manier van bewegen. Misschien is het goed om eens even te gaan zitten. Ik wil een beetje maar gaan zien. Je kan Aiki op heel veel manieren uitleggen. En dit is een manier die ik de laatste tijd gebruik en die vind ik eigenlijk wel goed werken. Het zal altijd in ontwikkeling blijven, dus ja, we kunnen ook weer veranderen over een tijdje. Oh, Senso wil je dat ook wel zeggen, die heeft het over hemel en aarde. En eigenlijk breng je die twee energieën bij elkaar. In je lichaam. In jezelf. En dat betekent dat je in balans bent. Hemel en aarde zijn eigenlijk voorbeelden van twee tegenovergestelde, een dualiteit. Je hebt bijvoorbeeld links, rechts, of zwart-wit, of boven, beneden, voor, achter. Kies maar wat, man, vrouw. Het is eigenlijk in jou. En wat we de hele tijd doen is eigenlijk met dualiteit te werken. Misschien ben je van bewust, misschien ook niet, maar over het algemeen gebeurt dat heel veel. Bijvoorbeeld, er komt iemand naar je toe die valt aan, dan ervaar je dat als een ander die jou aanvalt. Ik en jij. En dan ga jij iets doen met die ander, of tegen die ander. Misschien al met, maar nog steeds weer in dualiteit dan. En dat wil je eigenlijk zien op te heffen. En dat doe je niet in de buitenwereld, maar dat doe je van binnen. En dus die dualiteit in jezelf, die breng je bij elkaar zodat het een eenheid wordt. So, like unifying the opposite, coming one. En dat is eigenlijk wel simpel om te doen als je bijvoorbeeld op je handen hebt zo. En eerst ben je bij je linkerhand. Dus je voelt je linkerhand, je neemt je linkerhand waar. Aandacht is links. Je voelt wel dat er ook een rechts is, maar daar is niet zoveel. Het is allemaal links. En dan ga je naar rechts en dan voel je je rechterhand.
links verdraait een beetje en rechts is volle aandacht op. Rechts is er nog wel, of links is er nog wel, maar de aandacht is echt wel rechts. Voel je dat? Dus zeg maar eentje is heel aanwezig en de ander is niet, eigenlijk er niet en andersom. Dus dit is dualiteit. Dus dit doen we heel vaak. We zijn steeds aan het switchen. Bijvoorbeeld jij valt me aan. Ben ik bij jou met mijn aandacht? Ben ik bij mij bij mijn aandacht? Bij jou bij mij? En probeer een beetje samen te komen, maar vaak springt dat heen en weer. Zeker als iemand echt aanvalt en poem, gelijk spring je weg naar iets anders. Wat je nou eigenlijk wilt, is dat je ze allebei ervaart. Dus doe je handen nog eens zo. En je voelt links en rechts tegelijkertijd. So at the same time, you experience left and right. Als je dit doet, opgelost. Dus nou, we kunnen stoppen. Voel je? Het is best wel makkelijk te doen. Je voelt gewoon links en rechts tegelijkertijd. En dan zit je eigenlijk in Aiki. Unification with Ki. Of eigenlijk unification with Inyo, het opposite. Eén na één wording van het tegengestelde. Dus ook als je, misschien viel het je op, als je kijkt naar je mind. Als je zo twee dingen tegelijk ervaart, dan je mind is helemaal stil. No mind, no shin. Ik ben ook onbewegelijke geest, hij is gewoon echt onbewegelijk. Dat zullen we zo testen. Het is heel stevig, immovable mind. Dus je krijgt allemaal vanzelf die eigenschappen waar we het over hebben, zeg maar. Een soort naar streven. En die komen vanzelf als je de juiste toestand hebt. In de right condition or mindset. Then naturally all those things come up. No mind. No mind. Zanshin. Many mind. It's really, je bent echt aanwezig hier. Dus er is heel veel Zanshin. Mooi, maar nu eens kijken of we dat kunnen testen ook. En eigenlijk vind ik het wel leuk omdat het over hemel en aarde gaat om naar boven en beneden te draaien. We kunnen alles doen. Je kan ook voor en achter doen of whatever. Maar omdat we vaak over hemel en aarde hebben. En hemel, zeg maar, alle ruimte boven en aarde hieronder. Als je dat bij elkaar brengt, dat geeft ontzettend veel energie. Het zijn hele bijzondere krachtbronnen, zeg maar, energiebronnen. Dus als je nu bijvoorbeeld denkt boven, je kan natuurlijk, het is je Shinwashira die oneindig daar naartoe gaat en oneindig daar naartoe. Maar misschien voel je alleen je hoofd aan de bovenkant, dan zie je dat wat makkelijker is. Maar je kan gewoon echt voelen dat die energie komt. Dus voelen ze alleen boven. Maar nu zit je nog steeds in dualiteit, omdat er maar eentje is. Dus dan gaan we naar de andere kant, naar beneden. Zeg maar bijvoorbeeld waar je zit. De onderkant van je zitbeentjes of zo, aan de onderkant. Zo, voel de onderkant. Je mind springt al een beetje. Boom, boom. Ik denk aan iets, ik hoor iets. Oh ja, boven. Wat zei je nou net? Oh ja, boven. Dus het is al lastig om eigenlijk gericht te zijn. Dus dat is wel al training, mind training. Van, ik kan maar richten en mijn aandacht blijft daar gewoon bij. In plaats van, oh ja. Dus
het is op zich al training. Net als iemand valt aan, zo ik ja, het gebeurt er ook met dit, oh, ik moest ook dat. Dus dat wil je al trainen van, ik kan wel mijn aandacht richten. Ja, het is hier, het is hier. Oké, het gaat misschien wel steeds beter als je het oefent, een soort meditatie. En nou doe je allebei tegelijk, dus je voelt en boven en beneden. Dus je ervaart hemel en aarde. Testen wat het is, want je kan denken, nou, het is misschien alleen een gedachte, leuk, maar laten we nou eens kijken wat er gebeurt, wat het effect is op het lichaam en de geest. Dus eerst wat je doet is je aandacht boven. Je denkt alleen maar aan boven. Yes. Gelijk je aandacht goed naar mij. Naar beneden. Alleen naar beneden. Denk aan niks anders, gewoon alleen. Nu probeer je goed te blijven zitten, hè? Dat is alleen maar weer. Yes. Voel je net dat je dat weet, is dat online. Je probeert een beetje goed te blijven zitten. Ja. Dus dan doe je al twee dingen. Dat is goed van één ding weer goed. Nou, gaan we wel twee dingen doen. En de twee dingen is dus beneden en boven tegelijkertijd. Wat er ook gebeurt als ik test, alleen maar die twee punten blijven doen. In ons key, maar dit is even een hele andere orde. Dit is zo ontzettend stevig. We hebben dat gisteren ook getest en van de week hebben we het ook bij mij getest. Dus probeer dat te doen. Denk niet aan je stevig zitten of zo, maar alleen maar die twee punten die hou je in gedachten. Dus jij brengt je eikie. Jij brengt de twee dingen bij elkaar. En dat is de ervaring die je hebt boven en beneden. Helemaal aarde. En dan maar even kijken hoe het gaat. Ja? Dankjewel. Ik voel me bijna Ja, ik moet aan het
Zeg maar, als je twee als je in jou bij elkaar kan brengen, in jouw ervaring als geheel, dan heb je vanzelf die kracht tot je beschikking. Maar het gekke is, en dat zagen we laatst ook, je gelooft het niet echt en je vertrouwt er niet echt op. Dus wat je doet in Aikido, zeg nou ja, oké, ik ga het doen, maar ik doe toch zelf, duw ik wel even. Ik ga toch even zelf een klem inzetten. Ik ga even wat extra inzetten, want ja, anders is het... is het niet genoeg, zeg maar. Maar alles wat jij extra doet, haalt jou weg van die bron. Dus je moet eigenlijk helemaal niks doen. Dat voelde je net ook. Het voelt alsof je niks doet. Het voelt echt van, ja, ik doe niks. En je zit super stevig. Je bent gewoon ontspannen. Je schouders zijn ontspannen. Gewoon normaal, je arts, het gaat allemaal vanzelf. Alleen breng je dus die twee bij elkaar. En opeens zit je in een soort superpositie, zeg maar, in Aiki. En dat is zat. Die kracht wil je gebruiken. En elke toegevoegde kracht maakt het minder, sterker haalt het weg gewoon. Dan sta je weer in je eentje te medderen in dualiteit, want ik duw tegen jou. Ja? Maar dan ben je natuurlijk gewend, dus daar ga je graag naartoe. Maar probeer te wennen om dit te gebruiken. Ja?
Ik vind het ook winnaar, dus ik doe gewoon, nou, doe dit of dat. Een andere kant, Aikido is allemaal technieken. He, dus je bent gewend, je doet een techniek, je gaat zo staan. Dus als er iets gebeurt, als iemand aanvalt, dan oké, techniek, synaps, activeren, techniek. En dat is wel goed, dat moet je ook echt bouwen, maar uiteindelijk heb je daar ook niks aan. Want vanuit vasthouden ontstaat er iets. En hoe dat gaat lopen, weet je niet zo goed. Je houdt gewoon vast aan eenheid en dan kijk je wat eruit komt. Natuurlijk heb je wel een hele scala aan technieken diep in je systeem, dus iets wordt wel gebruikt ervan, maar je gaat niet een techniek volgen. En bijvoorbeeld, we deden het laatst met Sumiyatoshi. Dus als je bijvoorbeeld technisch zou je kunnen denken, ik doe dit en doe dit. Ja. Goede techniek. Hè? Gewoon technisch oké, en dan, nou, dan kan je best wel inzetten ook als hij moeilijk doet, als hij kracht zet. Hè? Dat zegt van, nou, dat lukt niet zo, ga je gewoon je techniek inzetten en volg naar beneden. Hè? Nou, technisch kom je er best wel uit. Maar eigenlijk wil ik in jou hebben. En als ik aanbied, voel ik die kracht en blijf nog steeds in jou. Ik ga niet tegen hem duwen, maar ik voel in jou. Als je nog meer kracht geeft, in jou, dat is mijn houvast. En vanuit hier ga ik in jou bewegen. Ja. Ik ga niet tegen hem doen, maar ik beweeg gewoon die in jouw kracht van binnen. Dus de techniek leek er niet op, hè? Hij zag echt anders uit. Ik deed alleen maar zo, in plaats van. Toch werkt dat prima, dit paste. Als ik zeg maar in jouw zou doen, en jij duwt weer, en ik ga in jouw, dan neem die kracht erbij. Ah ja. En ik ga proberen dit te doen, dat werkt helemaal niet. Dus ik kan de techniek niet toepassen. Het is gewoon anders. Die techniek zit al in mijn systeem. In jou, kracht komt erbij, maar ik heb nog steeds in jou. En dan is dit. Dit is al zat. Dus de techniek kan veranderen. Een kruislinks bijvoorbeeld, waar je, nou, ik doe hier, ik doe dit. Lijkt wel op die techniek, maar als je weer komt en je in jou, yes, kan eigenlijk hier, dan kan ik al hetzelfde doen. Het is nog steeds een techniek, alleen de vorm ziet er anders uit. Dus hou dat in je achterhoofd. Als je weer denkt van, oh, ik doe nu dit en nu moet ik dat doen, laat maar gaan gewoon. Ja, je hoeft niet precies die vorm te doen die je altijd gewend bent. Oké, dus nu hebben we een kracht van buiten. Dus ik heb in jou. Ja, dat kunnen jullie nu allemaal, doe je heel goed zo, in jou. Maar opeens komt er iemand van buiten, die komt er naartoe. Dus ik heb in jou, jij komt eraan, pak vast, boom, weg en ik ga naar jou gericht. Ja. Ik ga iets met jou doen. Maar wat kan je nou het beste doen? Dat is nu jouw vast. Ik heb dat de laatste les gedaan. Dus. Wat kan je best doen? Je eigen balans. Precies. Ik hou mijn eigen IMT, my own structure, my own unification. Dus ik heb in jou, er komt wel een kracht bij, maar daar hoef ik niks mee te balanceren. Ik ga gewoon terug naar mijn in jou. Het voelt iets anders omdat er iets bij komt, maar prima, het maakt niks uit om eenheid te ervaren. Ja? Ik voel die kracht, maar ik let hierop, ik let niet op dat. Die kracht neemt ze mee, ik in jou houden, ik voel die kracht wel komen. Ik kan hier naar beneden gaan, omhoog, en ik hou maar steeds maar dit gevoel. Niet naar hem toe gaan, dan zit ik in dualiteit. Als ik dit doe tegen hem, dan ben ik weer in dualiteit met hem bezig. Lukt niet, maar als ik van binnen ga, als ik naar binnen ga, dan gebeurt er iets anders. Zie je wat ik doe? Van buiten zie je bijna niks, het lijkt van waarom valt hij nu opeens, maar ik gebruik een andere energie, zeg maar. Okay. Dus dat kunnen we makkelijk oefenen. En dat doe je als volgt. Ik ga dus in eenheid staan, helemaal aarde. Ik bied aan, nog steeds helemaal aarde, dan komt hij erbij. Misschien verandert je mind even, maar dan ga je terug naar hemel aarde. Dat voel ik van binnen. Ik voel zijn kracht wel komen. En die geeft hij ook echt naar me toe. Maar ik blijf in hemel aarde. Dus ik ben daarin onverstoord. En als je... Als hij meer gaat duwen, ga ik niet terugduwen. Maar als hij meer gaat duwen, ga ik nog meer naar in jou. Ik ga nog meer hier in hemel aarde staan. Ja. Nog meer duwen, nog meer hier in hemel aarde ga ik dan zoeken. Als hij minder duwt, nog steeds ook helemaal aarde. Je voelt wel verschil, maar ik zoek steeds hier, maar hou vast in.
En dus probeer het zelfs met z'n tweeën. Niet naar die ander gaan, maar hier je hand vasthouden. Yes. Dualiteit. Als het weg is, dan is het ook weg meteen. Dus je wil steeds weer terug naar dat gevoel dan. Weet je nog, een tijdje geleden deden we Aiki Age en Aiki Saga. En toen ging we ook zo oneindig. De Motegi heeft het er vaak over. Echt, het gaat maar oneindig door. Dus nu denk je misschien alleen naar boven en onder. Maar als je het echt oneindig kan maken, echt naar infinity. Infinity, naar twee kanten, dan krijg je echt nog meer die kracht zo. Het is wel leuk om te voelen als je. Feel is always best. Yeah, you hold it two hands. You can hold firmly. So I'm going up, but you really resist. Yeah. So what I'm doing, I just go up, and then I extend in two directions. You see? Try to resist more if you can. So
grown up. If I'm pushing, I cannot do it. But if I extend in two directions, you feel the difference. The other side, if I go down, you do your hands like this. So I'm pushing down, you see? It's not possible. But if I go in two directions, you feel? Mm-hmm. So now I do the same thing. I just go. And you start in that nourishment. It's a different feeling, huh? So again, it's just good to feel that. If you really resist one side, I just cannot make it. But if I use two sides, so you feel the difference in the power. It's just my mind is changing. Yeah. Selfie day. Yeah, mooi. Het laatste wat je nodig hebt was oeken. Nico. Als je naar die kant kijkt, je kent wel misschien die videofoto met O-sensei, dan loopt hij zo de trap op naar de tempel en Saito die is van achter zo aan het duwen zo. Misschien wel eens gezien. En dat is een oefening van dat je O-sensei liet dan zijn Ushideshi omhoog duwen en dan kon hij zien of hij constant ki gaf, of hij constant duwde. Ja, dus als jij die injo niet in balans bent, dan gaat het hier ook bewegen, zeg maar. En als je in balans bent, dan kan je ook constant kan je naar voren duwen. Dus de foute manier is, ik ben jou zeg maar een trap op aan het duwen en jij hangt er gewoon tegenaan. Ik moet echt jou duwen. Dus niet zelf gaan lopen, ik moet jou duwen. Dus de foute manier is dit. Ja. Dus als oeken, zeg maar, dus deze beweging zo met tenkan. En je gaat draaien. Dus als ik dit doe. Hetzelfde, ik ben uit balans. En eigenlijk is het wel grappig, hè? Dus het doel is zo dat je loopt met de uit balans deze duwen. Dus echt gewoon lopen. Je kan toch gelijk iets doen, want hij is steeds uit balans. Heel uit balans. Dus nou nog een keer, als je daar naartoe kijkt. En dat is dan weer. Dus ik maak contact. En ik wil hem constant wil ik hem naar voren brengen. Ik geef hem constante kracht. Naar voren toe. Ja. En dit moet je echt trainen als koeken. Een aardappelkoeken hier. Dat je gewoon constant energie geeft. Dat je gaat volgen. Maar zelfs als je naar beneden gaat, blijf je energie geven. Ja. Dus als ik nog een keer koeken ben, jij gaat die beweging maken. Ik geef energie en je doet denk al een kopje naker. Dus denk al. En ik geef energie naar hem. Naar hem en ik blijf continu geven. Beneden omhoog. Geef energie. Hier, jij bent al even weg. Voel je dat? Ga door. Neem een kopje in je. Yes. Yes, ik blijf energie geven. Ja. Ja? Dus oefen dat dus. Dat je zo duwt. En daarna met deze techniek dat je als oeken constant energie geeft. Ja. Ja, dat is
Ik heb een aantal dingen, dat ik iets wil doen.
Even loslaten. Aangesloten van die ander in die eenheid. Ja, je voelt het nu al. Neem die energie op. Yes. You. Yes, die energie neem ik op en die energie houdt gewoon erin. Laag, hoog en laag. Het snel doet nog steeds hetzelfde. Nog steeds houdt het erin. Blijf het gewoon even doen. Yes. Ja, ik was goed op de Thank you.
Is dat niet voor? Ja, ik heb het Thank you.
Ja.
This force from the other also becomes connected to my unification. So I'm still unified. This force is also connected to this unification. And from beginning to end, I'm still in unification. But what happens a lot is, for example, you start with unification. Oh, nice. Then I lose the unification and I go away. And then I start to push against it. And if your technique is really well, then you can just do the technique and then just do the technique. Well, yeah, we're doing this technique. Looks like Aikido. But this is not Aikido, it's not Aiki. I'm fighting against the other one, only in a very gentle way. So it's not Aikido in essence. So the Numatsuki, the energy die voel ik. Als er niks gebeurt, hij stopt met aanvallen.
sta ik gewoon veilig hier. Als je tegen me duwt, sta ik stevig. Ja, mijn kleine hand is zo, ik sta veilig. Ik duw niet tegen hem, ik sta gewoon veilig. Als je wegloopt, dit is wat je wilt. Hij stopt met aanvallen, perfect. Als hij nog een keer komt, als hij weer gaat aanvallen, gaan we door met je energie. Als hij stopt met aanvallen, is het klaar. Als hij weer aanvalt, kan je het weer meenemen. Hier ga ik naar beneden. Hij stopt met aanvallen. Als hij echt door blijft aanvallen, snap je? Die energie van hem, die blijft doorgaan tot het eind, zodat ik in die eenheid kan blijven bewegen en de val gebeurt, zeg maar. Maar ik werk niet en jij valt eigenlijk niet. Dus de valkuil is hier en dan weg en dan één keer terugkomen en dan aan gaan vallen. Dat gewoon nooit doen, dat moet je echt uit je systeem krijgen. En we zaten net te kijken. Eens kijken naar mijn ogen. Dus als ik in eenheid ben, dan is het zo. En dualiteit, dan ga ik bewegen. Let maar op. Dus eenheid, 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 eenheid. En dan... Opeens, boe. Mijn aandacht, niet meer in eenheid. Ik tegen jou. Ja? Je kan het gewoon zien aan de ogen. Eenheid. Oh. Ik ben los. Ik en iets anders. Ik... Geheel met alles. Ja, geheel, geheel. Strijd. Ander gevoel ook. Ik probeer het dus met welke keizer. Nou, zonder vechten, maar gewoon steeds diezelfde staat houden. Ja, dat is een beetje een
Moet ik daar nou mee? Nee, dat betekent dat je... Heel raar.
Dus je wil die intuïtie ontwikkelen dat je echt ja, lucht, dat je kiestroom licht bijna. Zo bijna zeggen licht straalt, elke cel in essentie is ook licht. Van eten is ook licht, behalve als het al heel lang dood is of al overprocessed, dan is er niet veel licht meer. Maar als je het gewoon een appel net van de boom hebt, zit vol licht, zeg maar. Jij ook licht, gewoon letterlijk wetenschappelijk licht zit daar ook in. Dus als jij licht kan zijn en jij bent ook licht, je moet licht. Allebei zijn we licht. Een hele andere relatie. Ja. Als jij heel donker bent, wil ik ook donker worden. En als het sensor, nou, als hij donker is, ben ik licht. Jij vandaan, jij bent heel donker, ik ben licht. Kijk, hij gaat lachen en dan komt hij op, ik denk dat steeds donker. Dat kan niet. Ja, dus dat is Aikido, dus donker wordt weer licht. Black aura. Slide aura. Black aura with fighting against black aura, it's funny. So you become black aura and also black aura. How do you feel now? Still light or black? Not Aikido. Exact. Zie, proberen. Het is moeilijk hoor. Nu kan ik het makkelijk zeggen, maar we kunnen het oefenen. Ik heb licht aura. De aanvaller is over het algemeen een donker aura. En kom maar met je donker aura. Je kunt op eenheid vermijden. En als hij opstaat, als het goed is, is hij lichter. Hij is doodgegaan. Mizogi Harai. Hij is doodgegaan. Dood. Een nieuw leven komt omhoog. Weer nieuwe, schone. Dus een paar keer hoeken hier nemen. Nou, ben je weer als nieuw. Ben je weer een baby. Ja, precies. Dus ja, Aikido, we doen het al een tijdje, maar nu gebruik ik een beetje dit model van Aikido en moet ik die niet mee maken. Oké. Okay. Zou ook de demonstratie oefenen, dit is gewoon te leuk om te doen, hè? De demonstratie is ook wel handig om een paar keer te oefenen. Dus wat, wat het idee van is, onheelbaar lichaam, weet je nog? Dus, even kijken, wie zijn er? Nico? Jij? Bij een demonstratie. Ja. Dus ik moet even kijken, we hebben 7 minuten, het staat echt ingepland. We zijn de eerste. Volgens mij 12:15 tot 22. 7 minuten. En eigenlijk wil ik misschien iets meer laten zien dan wat ik van plan was. Dus even kijken dat ik wat meer technieken laat zien, want anders is het heel veel wapen, maar gewoon even kijken. Dus laten we doorlopen wat we hadden. Dus als jullie eerst met z'n tweeën komen. En dan doen we een onheelbaar lichaam. En dan hebben we een speaker. Dit is onheelbaar lichaam. Dus bijvoorbeeld, je kan zeggen, eerst gebruik ik spierkracht. Dus als jullie me optillen waar ik was, ik gebruik spierkracht. Dan zit ik hier zo. Dus dit is het effect als je spierkracht gebruikt. Schrijf mee. Twee, ben ontspannen. En jullie tillen weer op. Dan krijg je dit. Of, ik gebruik spierkracht. En je tilt op. Yes. Ik sta hier boven en dan ga ik hier terug naar ontspannen. Misschien ziet het een beetje gek uit, maar kan je wel, krijg je de indruk wat er gebeurt? Kan je wel zien? Okay. Het is een beetje innerlijk, maar gaat het? Ja. Oké. Okay. Dus die, en misschien de laatste is het leuk als we even zo doen. Dus je tilt weer op, dus ik hou mijn tandem en dan ga ik hier zo de techniek inzetten. Dat is misschien wel het einde. En dan weer een mooi. Nou ja, die komt wel, maar nu nog niet. Ja. We kunnen het ook later doen met een randori. Dat, ja, dat is wel een idee. Dat maakt niet mee. Dat is wel een idee. Start, ja. Oké, okay, dan Shooting Star. Degene die hier bij de demonstratie zijn. Thank you.
maar Stefan, leg ook je bakken klaar. Dan straks stuk je met de avond met bakken. En dan in het normale ritme, tel allemaal mee. En zorg dat je echt in hetzelfde ritme zit. En als het lukt, eenheid, hemel en aarde. Komt ie? Ich nehm Sanji do Rock. Sich hach ku ju, ju ich, ju ni, ju san. Si, ju go, ju rock, ju sich. You hush, you cool, need you, need you each, need you need, each. Innerlijke debiliteit.
Stapjes goed doen, hè? Ja. Juntai, dus mag je ook zitten. En dan Ryutai. Steek. Ik doe Reitai. En jij bent ook, ja? Mag je spelen? Jij komt hier, Ryutai. Okay. Laat even alleen dit stuk zien, hè? Dus eerst gaan jullie met z'n tweeën, weet je nog, even de stapjes, Koltai. En jij bent ook. Dus jullie gaan eerst met z'n tweeën staan. Oké, een beetje aan links. Gelijkzijdig. De stapjes, hè. Dit is het leuk. Ik zie echt wel, je wil het
goed als iedereen shisha. En bij jou kun jij mezelf verstaan. Ja, dat wordt zo, zeg maar, die laatste, dus als ik... Nee, ik zit daar omhoog en jullie komen erachteraan. Wij zitten natuurlijk. Ja. Dus dat die laatste is, na de jij, heb je nog één techniek? Nee, dan komt vijf keer naar me toe en jullie erachteraan. Ja, precies. Wat nou jij? Ja, precies ja, zo. Ja. 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 Doe je dit? Je komt namens me uit. Ja! Hier. Ja, dan moet ik even meer afnemen. Maar nog een keertje. Ja, dus die man is gelijktijdig. Met de afstand die maken. Rechts, links. Dus zeg maar, je kan zo doen van, oké, stok pakken, iedereen loopt zo, stok pakken. Nou, we gaan de demonstratie doen. En dan, wat gaan we nu doen? Oh, nee, en wie? Dus dat moet je eigenlijk weg hebben, dus het is heel geolied. Dus dat hebben we met een overgang ook, als je mensen online van neerzet. Nu zitten ze met z'n vier, en niet dat de mensen staan van, waar moet ik nou zitten? Ze zitten normaal met z'n vier, ze zitten allemaal aan de ene kant. Dus iedereen die de demonstratie doet, gaat allemaal niet zitten. Dus jullie moeten allemaal een soort volgorde, en dan pak ook maar je joke bij. Ja. 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 Nee.
leuk? Ja. Goed zo. Moet er een timertje bij of nog niet? Ja, ik zou de pop aan elkaar. Wat is er niet? Ons voorbaar lichaam. Als de tijd over is, zou ik eigenlijk nog heel wat lichaam willen doen en daarna een paar technieken. Dat ik gewoon met verschillende aanvallen kom. Na die rol een paar aan door je moet aanknopen. Ja, en dan met wat verschillende aanvallen. Dat geeft er wat meer. En we zijn met z'n tweeën, dus dat zullen we doen, omdat het wat een soort houvast geeft van. En je ook een minuutje. En andere bijvoorbeeld is hier ook hier het goed door. We doen zeg maar 4 keer jouw communitie, 1, 2, 1, 2, en dan 4 keer, zou dat iets zijn. Je kan steeds die jouw communitie ziet en dan die Ciro die het doet. Ter aanval, onder aanval, dat is niet. Nee, die moet aan de deel wel lichaam, dus gegooid zijn. Ja. Dan kom je eigenlijk naar me toe. En dan doe je eerst allebei Yokomichi. In totaal 4 keer. Ja. Of 2 keer. Dat kan ook misschien nog korter maken. Ja, twee keer Yokomen. Ja. Dat is toch wel misschien. Je wilt om het heelbaar lichaam wel te doen. Ja. En dan na het gooien, dan kom je terug. En dan zit ik echt te kijken van welke aanval dat is mooi. Categorie is misschien nog wel. Misschien 2 keer categorie, 2 keer joker en 2 keer achter de pakken. Wil je dat doen? Ja, goed. Ik heb de beste dat is. Schrijf er niet zo. Kijk maar hier, het is. Dus zeg maar meteen naar die laatste, dus je tilt op. Dus hier. Beneden. Hier is jouw categorie. En jouw command. En we zien wel. Showman van de standaard volgorde. Voor de kijkers is het gewoon totaal anders. Voor de kijkers is het gewoon totaal anders. Ja. Van Showman, Jokman, Munatsky, Katadori of zo. En dan die van achter de pakken. Ga je het nog onthouden dan? Nee, dat is achter de Showman. Dus nog andere pakken is Katadori. Gewoon de standaard van de Q-graden. Als je het omhoog. Yes. Hier voel je energie. Ik merk nu dat jullie blokkeren allebei, weet je? Je geeft geen energie meer. Dus ik kan hier echt niet werken, want je geeft geen energie meer. Dus het is nog weer. Blijf geven. Yes, sorry. Sorry. Jongen. Nu dat schiet. Gaat er door die. Misschien zo zitten. Het is misschien wel een mooi eindje. Ja. Hij is aan het schrijven, dus. Waar zit er ook bij? Ja, dus nog een niet gewoon. Is het wat om een telefoon te pakken en te volgen? Ja, dat gaan we zo doen. Nu hebben we hem bijna nog compleet. Ja, dat is wel een beetje.
Zonder zie je zelf. Ik kan dan voor de lokale en de doe je dan door iets anders? Anders dan een yes. Koos door je kopje naar de show, minuutie, Joko, minuutie. Maar je laat gewoon verschillende technieken zien uit het Q-programma. Nou, ik alleen maar verschillende technieken laten zien. Variaties van aanvallen met ik denk dat je wel aandacht moet vragen voor je demonstratie. Je kan gewoon naar. Er komen 8 verenigingen die worden aangekondigd. Dit is een grote herdacht van de kruiskunst. Verschillende matten, er is een grote event met een speaker die alles doet. En dan wordt het allemaal bij elkaar geroepen. Veel mensen komen het gezien, maar ze pakken het wel af en stond er in de krant en zo. Dat is spandoek. Oké, dus dit. Dan dus hebben we dat gedaan, dus de plaats zit ik dan zo ernaast. En ik denk dat ik naar deze ga, maar die is nog even veel leuker dan zijn. Ja. Dus dan, dat is hier het laatste. Dus hier staat Dori, en dan Monastie, dat je dan zeg maar naar deze aan. Paul heeft net opgeschreven, dat is nog niet veranderd. En dan zijn we dus klaar, dus dan zit ik zo aan het eind zo. En dan moeten we iets verzinnen dat dat goed overgaat. Dus jullie zitten natuurlijk al klaar met je Joe. Jullie hebben al klaar liggen, dus dan pak je meteen. Dus laten we kijken hoe dit is. Jij bent nog, jij hebt die techniek gehad en jij is gestaan met z'n drieën. Zemanski, jij bent ook bij. Oké. Hier, en dan komen we aan het eind. Zo. Mooi. En nu, eigenlijk, omdat dit voor gezondheid is, heeft het geen zin. Want nu zie je hoe kwetsbaar je bent. Wat Sensei altijd zegt. Je had die veilig nou neergestoken. Dus je moet op een of andere manier moet je dan... een beetje wegblijven. Ja. Ja, ja. Ja. Categorie. Zet het wel. En dan zet je die categorie. Lukt. En dan moet je daar iets van ruimte zoeken van dat je afstand neemt. Dan moet je net zien. Ja. Die helemaal weg mag gewoon wel niet te snel, niet te haasten. Oké, dus dan staan we op en dan pakken we onze Joe en dan gaan we op een rijtje staan. Dus we zitten, wij staan 1 met z'n drieën. Zorg, wat je eigenlijk doet is dit. Wow. Dus niet dit kijken. Gewoon, allemaal gelijk opstaan, gelijk er naartoe. Probeer het eens. Dit is een tijd. Ja. Ik zit niet in Ik lig daar nog. Kies de zijde. Elke keer bij Randorio. Tegelijk. Dus ik sta op. Allemaal. En open. Ja. Oké. Een paar staan zo. Niet onder de gaat niet werken. Dus gewoon opstaan. Naar je plek lopen. Mag weer. We zijn in eenheid. Oké, nu. Dus gaan we tegelijk. Kom. En lopen.
Nog een keer, niet wachten. Dus allemaal, dit is ook oefen zijn, hè? Yes. Naar mijn plek. Niet zo slom. Dus, even klaarstaan. Dus zo van, gewoon, je staat op en dan ook nog een keer naar goed. Zijn we in het leven geweest? Ja. Kom maar mij allemaal terug. Links! Links! Ja? Dus nog een keer. Ik zal even het ritme aangeven en kun je weer naar hier. Dus ik daar zo nu wat voor. Dus, je gaat opstaan. Eenheid van lichaam en geest. Eenheid. Hè? Dan ook weer. Wauw. En ga staan. Dat is iemand nog niet zo in. Laten we één jaar zitten. Je hebt veel haar, dus dat kan ik allemaal uitleggen. Yes. En nou moet je nou eens kijken naar hoe jullie staan, qua afstand. Het is niet gelijk. Dus voel mijn ei. Dit is eigenlijk. Ik denk dat dit heel veel laat zien aan Aikido, hoe je het beheerst, ook tussendoor. Ja, dus die techniek en dan een rommeltje eromheen. Maar ook nu laat je zien, maar je laat zien je afgestemde, kimusuki met elkaar. En dat is echt moeilijk, want je bent met een grote groep. Ja, dus het is niet zomaar dat het zo gaat. Dus nog één keer, want jullie staan nu niet gelijk, dus nog een keer van hier. Ja, ik kom hier. Hij komt er wel bij. Ik ja, is een overdrachtplaats. Ik vind het twee voorzien. Nou ja, wat we doen, zeg maar, aan het eind zo, en dan lopen we gewoon allemaal terug. Je zit op je rijtje. Ah, oh, ja. En in het rijtje moet het, zitten de kooltijd, joentijd, nieuwtijd van het. Dus misschien moeten we die gewoon aanhouden, weet je dat wel vast. Dus Laura, ook een beetje vraag. Dus, en op Victor, jij zit naast Laura. Jij zit naar de zetje. En dan is mijn plek naast jou. En daarna zit jij. You know? Dus dan hebben we klaar voor de volgende straks aan. En dan heb je Pablo Menti, Nico, Nico, Lieke en Luc. Alleen nog een klein plekje tussen Sinti en Pino van mij. Hoe kan ik niet zo gaan? Ja. Daar zo. Ja, ik ben niet daar. Dus dit moet onze standaard volgorde. Dus kijk even wie ernaast zit. Dat is ook goed. Een beetje op de zijkant. Dus als we beginnen zeggen, nou, ik wil jullie zien, kijk ook maar. Dan zitten we hier zo. Dan ga ik jullie eens kijken, ook maar. Oh, jee, yeah, gek. Zullen we eerst groeten met z'n allen? Is dat dus iets? Ja. Dus dan als we beginnen, nou, met z'n allen 1, 2, yes. Oké, we beginnen met het eerste gedeelte. Wie gaat de timer? Ja, staat op. Oké. We gaan opnieuw beginnen. Want we hebben nu de wissel gehad van ontilbaar lichaam, dus we lopen allemaal terug daarna. Nadat ik deze heb gedaan, dan lopen we terug. En dan kan ik ook mee met jullie lopen, pakken we de stok en dan gaan we gelijk opstaan, draaien en dan gaan we daar naartoe. Mooi is, ik sta al een beetje in het midden, dus dat is ook prima. Lopen we daar, en als we klaar zijn met shooting start, loopt iedereen terug, behalve jij en jij. Ja, want we gaan wat hier doen met de bokken. Dus wij blijven met z'n drieën staan, we gaan gelijk klaar staan. En de rest loopt terug, weer op je eigen plek zitten, waar je nu zit. Is het een bokkenspaan? Ja, precies. Ja, dus dan even terug naar deze plek waar je nu zit, van die onthouden. Hebben we daarna, dan hebben we de, en dan gaan we met z'n vieren die oefening, Laura, Victor, Steve, jij en ik. En dan gaan we zeg maar die oefening doen voor Kota Junta Ryutai. En de Randori kun je ook meteen aan gaan schuiven, schuiven kom je vanuit hier weer bij. Zo moet je zo. Oké. Zeg maar, nou ben jij de. Ah nee, jij mag de MC zijn, ik zie. Weg. Zal ik niet. Spanning wordt dan ben jij de MC. Zeg je, ik wil je ook maar en dan begint de tijd.
Dus tijd voor Aikido Yusukai Alpha. Wij gaan op de ballet gaan doen. Dus wij komen zitten. Nee. Paul is aan het oefenen. Ergens. Dus ik zal wel zeggen, eerst ben ik met kracht proberen te blijven staan. Dat doe ik niet. Dan eenheid van lichaam en geest. Dan blijft ze open. Yes. Je kan het ook op een andere manier zien. Dus met kracht proberen te blijven staan. Yes. En als ik naar eenheid van lichaam en geest verdwijn, dan is het zo. Op zich is het dan leuk om dan meteen die worp te doen. Ja. Ik ben de MC alvast. Ja. Dus, killen. Yes. En naar beneden. En. Oefening met de stok. Doe eerst eenheid van lichaam en geest. Yes. Ga nu een oefening maken van de hout van de energie van de geest. Dat hebben we nodig. Dus doe een oefening met de jaw, de stok en de richting de jawkaart. Shooting star. Kijk waar je staat en eindig daar ook. Komt ie. Yes. Yes. Sam Chi Go Rock. Shish, Hatch, Ku, Ju, Ju, Rich, Ju, Mi, Ju, Sam, Ju, Shi, Ju, Go, Ju, Rock, Ju, Shish, Ju, Hatch, Ju, Ku, Ni, Ju, Ni, Ju, Rich, Ni, Ju, Mi, Shish. Okay, let's blijf staan. In het van lichaam geest, en dan gaan we weer terug. Laat zitten. Oké, nu. Oh nee, eigenlijk hadden we moeten laten blijven staan aan z'n drieën. Maar dat ziet er een beetje gek uit, dus we doen het wel even zo. Dus nou laten we zien, aanval met bakken erbij. Komt ie? Yes. Nu krijgen we een demo van Martijn Sintai. Oké. Okay. Twee van mijn jongens met een aanval van de bokeh, de Gio. Ik zou hem gewoon daarop laten liggen. Ja. Ja. Dan eerst langzaam en daarna sneller. Van de basis naar gevorderd. Van 5 tot 3 in 2 tijd. Dus blauwe en Tino. U krijgt nu de techniek te zien opgebouwd van begin naar gevorderd. We beginnen met de koopbaarheid. Dat zijn stapjes en dat noemen techniek in stapjes. Kijk recht naar voren. Laten zien we dan vloeiend.
met de rebound, met dynamiek, met snelheid, met korte technieken. Als laatste laten we zien de retail, de techniek uitzetten. You have fresh eyes, so you see for the first time. Yeah, it wasn't just the time, it was because after you do a good amount of energy, everybody wants to jump and grasp it. So you guys have to hit the brakes. You have to take moments, just to let them have music, and then music goes slow. And what moment? It's up to you. Energy, high, state of mind. Yeah. That's good. Okay, yeah, yeah. Everybody wants your energy to your body. Yeah. So you guys have to sleep there. You have to take a break. And then attack. And then the Landori. Yeah. Did you choose on purpose not to do that? Yeah. But I feel, that's not feel really. Yeah. Yeah. But that's good, yeah. So before, after the Monatsky with the PI, then take a breath. And then from there, like a wave, it's coming up, building up, and then it's coming. Yeah, that sounds good. I don't know how long it will take you to rest, you know how long it will take you to dissipate. Let it just resonate until it comes down. And the audience can also take more than just so. Oh, wow. Difference between sound and no sound. We can try that. Yeah. Maybe, you know, as you lie on the floor, like a little, you send in your key like that, and it all comes to rest. You take your distance. And then he comes. Yeah. When he rises, we rise with him. Eentje van deze en daarna komt Monatsky. Hey! Way too long. Then you'll be good. Yeah, yeah. Een beetje de deel en je wacht tot de bliksem erin slaat. Dat rustmoment is er dus. Zie dat het beter uitvalt? Maar wel, dat voelt voor mij ook rust. Hier is mooier. Dan voel ik gewoon dus tak 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 tak. Ja, dat is wel gezaagd. Dus dit moet een heel mooi rustmoment wachten. Het is niet één keer, het is meerdere keren. Dus we zullen moeten kijken. Hier hebben we ook al een rustmoment. Want dan zitten we allemaal. Eenheid van lichaam en geest. En dan omhoog in alle rust. Dus hier ga je ook van hele dynamisch weer naar rust. Dan sta je klaar. Shooting star.
En dan zeg maar, vonden wij dat we steeds dat doen zo, dus dat je steeds activiteit en rust. Naar die kunnen we eigenlijk ook wel een beetje zo opbouwen. Dus zeg maar, Laura, als je opkomt, je kan ook zo zitten en dan van de... Ja. Ja, dan hetzelfde, dus je bent ook stil. Ja, voor iedereen kan dat, je bent stil. Zwelt aan en dan pas, dan kom je omhoog, zeg maar, en dan ga je naar elkaar toe. Even kijken hoe dat is als jij daar staat, als zoeken. Zij staat klaar en we gaan steeds groeten. Doe maar groeten erbij. Ziet er wat beter uit. Dus Laura eerst, verzamel je, breng je in die staat van eenheid van lichaam en geest. Wacht. Dus nu loop je meteen weg. Mag dus eerst wachten, eenheid van lichaam en geest. En als je dat goed voelt, dan sta je op. Als jij het juist doet met mij voelt. Groet je elkaar. Je kan zeggen dat zij pas begonnen is, dus echt een beginner. Zal ik goed laten zien. Groet je elkaar weer op dezelfde plek staan? Yes. Wacht. Ja. Loop terug. Rustig lopen. Yes. En zitten tot je in eenheid bent. Tot je in eenheid bent van lichaam en geest. En dan begint Victor. Eenheid van lichaam en geest. Wacht. Yes. Eenheid van lichaam en geest. Als je het voelt, ga je pas. De reetijd voor je. Voel mijn sanction, zeg maar. En dat doe je
ook die Sanchin uiteindelijk, Laura ook. Boom. Die ander reageert ook. En als hij opkomt, dan haal je het weer weg. Ja, Victor, wat je net ook deed. Anything more, producer? Is er, there, dat is bijvoorbeeld de key voor dat van, so there to be completely embarrassed of the one that you can, and you can get up. That the moment comes, I think like, if you know, you can feel, don't be embarrassed of that. Yeah. You're like, I really need to move now. Take one more breath. Yeah. Mm-hmm. Yeah. It should be yeah. totally calm, like it's totally faded away. The audience will feel it, don't understand it, they will feel it. I have so much more now, I think. The whole house, I didn't even want to come in here because I was just feeling busy. Of course, I was saying one and you know. Yeah, but we look for a combination and that's for jou, Paul. Niet te veel zeggen, dus gewoon alleen even introduceren kort wat het is. Mag wel een grapje tussendoor dat het wel luchtig is, zeg maar. Maar even kijken dat het ondersteunt en dat het niet wegneemt van de performance. Ja, maar het laatste is lastig inderdaad. Want je wil het echt zeggen over die randori, is eigenlijk een. Noem het randori. Dat is wel cool. Dan wil je het in jou zeggen, want zei dat het belangrijk was. Maar hoe voelt dat niet? Dat is niet belangrijk. Kijk maar wat je weg kan laten. Ja, dat zo min mogelijk zegt. En dan gewoon net een paar dingen. Eenheid van lichaam en geest is iets. Ja. Beginnen tot voordat. Ja, dan zit je wel dat we wapens gebruiken om eenheid van lichaam en geest te doen, maar ook zonder wapen. Ja, dat is een hele, je vat het samen zo kort mogelijk. Just use as less words as we can. Ja, de enige minder de bal. Also bow. Ah ja, dat is goed. Die bow to the audience en dan. Schrijf zo even erbij. Kan het los te zijn. Okay. Ik zal het wel uitschrijven, maar nu zie je ook van het buik allemaal op heel haar lichaam. Dan doen we het nog niet. Dus even invoelen nog. Shooting star wel buiten, aan begin-eind buigen. Aan het begin steeds buigen, elke keer en aan het eind. En na de randori ook nog gaan buigen. De vol kan niet, want als ik buigen zit die jongen. Ja. Aan het eind alleen maar. En dan, ja, precies. Vol. En dan weer met z'n allen. Prima. Aan het eind van het Jamees en Jamees. En dan gaan we doen? Ja. Gewoon zo van mij. Hier. Ik zie wel jullie op. Oh mijn god! Ja, ja. Weet ik wat hier is? We fill it with emptiness. It's a good suggestion. Thank you. En normaal laten veel mensen zien en iedereen laat ook van alles zien. Dat hoor ik net ook al. Ik zei Nico, maar er is gewoon geen tijd voor. Dus we hebben ervoor gekozen. Maar ja, dat zeiden die andere vereniging ook. We laten gewoon het hoogste niveau meteen zien. Ze willen gewoon knallen met het hoogste niveau. Toch wil ik wel beginnen laten zien met kwaliteit. Ja. En met shooting star ook wel beginnen ertussen. En jeugd ook. Eigenlijk zoveel mogelijk. Dus, oh wauw. Ik zie er tussen
karate, jiu-jitsu, systema, penchaxilo. Snap je? Dus je wil gewoon iets laten zien van dit is dan Aikido en ook een andere Aikido vereniging. Maar ook de toegankelijkheid. Dus denk ik niet dat er allerlei sports allemaal beeld staan te doen en ik denk van oh, het is best ingewikkeld, maar ik zie het wel. Dat deden we in het begin wel, maar nu zo min mogelijk. Want dat ziet er gewoon uit van oké, okay, dan ga ik liever karate doen, want dat ziet er echt knalwat uit. Ja. Dus dit is de demonstratie en daarna doen we workshops en dan kan iedereen meedoen van elk level. Dat wordt ook aangekondigd. Ik denk dat dit ook een hele mooie uitnodiging is als je alle niveaus laat zien. Dat dat ook een lagere drempel is of misschien hopelijk drempelloos voor de workshops eventueel. Dat je gelijk het hoogste niveau ziet. Ja, we doen het dus maar een klein beetje en dan zoveel mogelijk hoogste niveau. Ja. Om te laten zien van hey, dit is in huis. Dat ze denken van ja, wat is dat nou? Wat kunnen ze nou? Ja. Het moet iets zijn, zeg maar, het is budo. Het doel van die dag ook, we laten gewoon de top zien van Alkmaar. Wij hebben gewoon echt budo in huis. Dus we kunnen dan voor beginnen, doen, maar dan zeggen oké, okay, wat is het doel, zeg maar. En normaal hebben we een half uur of zo en dan laten we van alles zien ook. En dan moeten we beginners en zo. Ja, goed, dank je wel. Oké. Ja, die rondgemaild is, die kan je printen, zeg maar. Ja. Die is ervoor gemaakt. Ja. Dat is die aankondiging. Ja, dat is wel een goeie. Ook als jullie het willen, dan kunnen we het zo mailen bij je printen en dan kan je het ergens ophangen. Ja. Ja. Ik bedoel de uitnodiging van die dag zelf. Die dag, ja. Ze hebben zo mooi gemaakt. Die heb ik ook in de WhatsApp groep gedeeld. Die kan je gebruiken. Ja. Dan kan ik hier gelijk. Yeah. Okay, our brain is totally active after this. We were just practicing to become one or be one. So misschien aan het eind gewoon weer eventjes dat gevoel. Ging helemaal naar aarde bij elkaar. Ik had het ook gekozen. Valse start. Wat kan winnen? Een echte winnaar of zo? Nee. Ja, mooi. We hebben straks nog lekker twee uurtjes, dus wie zijn er straks ook bij? Ja. Mooi Dutch, yes. Mijn Duits is zeer slecht, dus... Het klinkt ook wel niet slecht. Ja, dat is heel gek. Nederlands is makkelijk. Leuk, dus daar gaan we straks mee door. Even nog kort, ik weet niet, jij wil de tuin graag doen? Ja. Voor mij is het een voortje, hè? Nou ja. Dat is een stukje van mij vandaag. Ik heb wat tegels erin gelegd, maar ik heb het niet zin. Ik ben wel benieuwd naar jullie ervaring. Ik ben dat model van Aiki wat aan het uitwerken, zeg maar, dat ik het makkelijker kan uitleggen. Dus dat je dualiteit snapt en dat kan opheffen. Dat je in eenheid kan brengen, in ervaring. En dan ook aanvallen en dan zeg maar dat gebruik je in techniek. En dat wil ik eigenlijk een tijdje gaan oefenen, zodat het echt in je systeem komt. En als we dat dan vandaag doen, wat is dan je indruk? Wat is het nog iets nieuws geven? Iets, wat voel je vandaag op? Inzicht. Ja, ik voel het ook wel lastig. Lastig? Ja, het gaat goed. En dan hier, dan weet ik niet meer. Ik heb nog 50. Ja. Ik vind het ook wel heel erg persoonlijk. Ja. Vind je het wel leuk om die uitdaging aan te gaan? Ja, dat zeker. Ja. Het is moeilijk, maar ik piep je lang koud. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik doe het gewoon. Ja. We gaan verder. Ja. Ja.
What did you notice today? What is that? Drawing my arms. Who knows when I did it massage. Even though I did work with key, it's a little much more technical. It's more technical. Oh, yeah. So, I let the baby to serve me. First of all, you know, it's important to protect. Oh, yeah. So, when what you did, and I think, yes, thank you. I've been looking for this. You're placing my, you know, concrete pillars with flowers. Oh, yeah. Your bones with air. And it makes sense. And it's exactly what I have to do now. But it came to life precisely what was bothering me. I think, wait a minute. I did it because it's better. I'm not sure when I've done it. Other words for it. Yeah. It would be great if you get more used to it and share it with others in your hometown. But who knows? It would take a couple of decades, but I'll get there. That's really good. Awesome. It's nice to see you. See you, of course. Outside perspective. Yeah. Did you open that? Did you sign train of us? Nou, toen eerst is nog volledig van wat zie ik, weet ik dat niet meer letten. Elke die techniek is. Ja. Het is moeilijker zien dan, hè, maar ja. Uiteindelijk had je het door. Mooi. Voor mij is het voelig. Het is vooral dat je nog meer fijn getuned raakt op dat moment van contact. Als je bezig bent met eigenlijk techniek, wat maar gewoon voelen, waar gaat het heen? Je moet een bepaalde pot hebben, is het iets wat makkelijker te voelen dan omdat in de lucht het hele lichte eigenlijk al te voelen waar kan hij de beweging heen. Dat is ja, zo interessant om daar nog verder op te gaan. Dus dat is voor jou ook vandaag? Ja, weer een verdieping meer in de in en jou, zeg maar. En ook hoe je zo'n gang met het niveau. Dat het dan toch meer, dat je op zoek bent naar een resultant, terwijl je ook gewoon weg bent staan. Op dat moment met energie in de stroom. En dan maak die fijne lijn, het is een hele fijne lijn tussen nare en oekerwonder. Dat wordt nog steeds niet duidelijk. Kan je het maar. Nee, maakt niet uit. Nee, ik vind het gewoon elke keer weer een beetje net met een ander verhaal aan, maar zo die evenheidsgroep om het steeds meer te voelen en ik merk ook dat de basis is. Dus maak die eenheid eigenlijk ook wel goed aanvoelen wat er komt en kun je dus juist het lichten van die energie kun je aanpakken. Ik vond deze van deze manier van oefenen heel anders. Het is als het ware een soort spiegel of zo, als je het zo doet, want je ziet voortdurend dat wat er wel en vooral ook nog niet goed gaat. En het is een enorm, het onderzoek wordt heel breed, wordt heel zichtbaar. Waar je dan de plekken mee doet, ja, wat is het nou? Het is niet concreet, zeg maar. Nu deze vorm. Het is niet één ding, er zijn telkens meerdere dingen. Je geeft het bijvoorbeeld een bepaalde oefening en dan doen we die oefening met bijvoorbeeld hem en aarde. En dat doe ik al vaak hier en denk ik, nou, wacht even. Geef de achterkant in Nederland een oplossing in het universum, opnemen van. Wacht even, dat moet ook erbij. Ik heb het gelijk twee keer gehad vandaag. Ik had helemaal niks gedaan. Ik was helemaal niet naar de tijd, geen MLA. Maar daar is het universum en ook is het universum. Ik was gewoon over aan het universum. En waar ik toen zat in de groeten, dacht ik, ik zat in het universum. Ik had helemaal geen MLA. Ik zat gewoon erin. Ik zat er niet tussen, ik was gewoon iemand gegeven. Dat was echt,
zal wel. Dat probeer je te faciliteren. Ja. Ja, this is nature. It's a good explanation. You can go from two for curiosity over itself. Whatever,
Thank you.